Goedenavond, uh, dames en heren. Zoals uh, Alice al zei, gaan we het vandaag hebben over uh, het Friese en de hoefverzorging. Mijn naam is Hilbert Lemstra. Uh, mijn bedrijf heet de Hoefsmederij Lemstra. Ik zal me eerst even uh, introduceren. Uh, ik heb mijn diploma behaald in 2004 aan uh, AOC De Groene Wellen was het toen nog, in Zwolle. Uh, daarvoor heb ik uh, vier jaar paardenhouderij gedaan. Ook uh, eigenlijk omdat ik eerst nog eigenlijk wat te jong was, ik was 16 toen ik begon met, uh, kon beginnen met de hoefsmiddelopleiding, en, uh, heb ik het advies opgevolgd om eerst even uh, de paardenhouderij te doen. Om dan vier jaar lang, uh, nou, met verdiepen in het paard in het algemeen, daarna heb ik de driejarige uh, hoefsmiddelopleiding gedaan. En tijdens de paardenhouderijopleiding heb ik ook uh, nou, veel gewerkt op trainingsstallen en verschillende andere stallen. En uh, daar heb ik onder andere ook uh, heel veel van opgestoken. En heb ik het ervaring op gedaan met het trainen van, van paarden. Ik heb ook zelf ook veel uh, voorgebracht op keuringen. Onder andere voor uh, Hengsthouderij de Friese Wouden in die tijd. En uh, heb ik ook met, uh, met de Hengst gelopen op de hengstkeuring. En uh, daar heb ik ook heel veel uh, nacht gezien. En eigenlijk vanaf uh, voor mijn zestiende hadden wij thuis ook al paarden en heb ik veel van mijn vader geleerd. En uh, die, uh, die, uh, die, uh, die spande altijd veel paarden aan en die reed ook veel. En daar heb ik eigenlijk ook veel van geleerd. Zelf ben ik. Uh, daar later uh, zijn we samen met Marit van Ingenschenau. En mijn vrouw en uh, de vriend van Marit Jaap Zwik. Dus hebben we nu een, uh, een stal in, uh, in Duitsland. Uh, stal Tungsdorf. Die runt uh, mijn vrouw eigenlijk met Maarten Tessa Nienhuis met Marit van Ingenschenau samen. En die, uh, ja, die runnen dan eigenlijk die stal. en Ik ben met mijn dagelijkse werkzaamheden zijn dan uh, hoefsmid. Daarnaast uh, ben ik nog een beetje aan het mennen. Ook met mijn eigen. Uh, Frisse paarden, en soms een keer een springpaard voor de wagen. En ik doe ook nog wel eens wat beleren voor andere mensen. Voor als die dan uh, een paard bij ons brengt, zal ik maken die dan ook voor de wagen moet. En uh, nou, zo combineren we alles een beetje. We gaan beginnen eigenlijk, uh, het belangrijkste we beginnen we met de onderdelen van de hoef. Zodat uh, in het algemeen een beetje naar voren komt waar het om gaat. We zien hier uh, een soort uh, schematische doorsnede van de hoef aan de onderkant. Het voorste gedeelte, daar achter voor de stippellijn, dat is de toon. De zool, die kun je duidelijk zien. Die loopt achter de toon langs. De kwartieren, dat zijn zeg maar, ja, eigenlijk tussen negen uh, tussen uur en drie uh, en uur. Dat is, zijn de breedste punt van de voet. Achterop, zie je de, in het de midden, zie je de straal. Dat is de, punt, uh, de, de, de puntvormige uh, in de midden, deel in het de midden. Achterop zijn de hielen met de versenen. De versen zijn altijd heel belangrijk, want dan, uh, als je veel versen hebt, dan kun je een, een wat steilere hoef creëren. En mensen ziet altijd liever een, een steilere voet dan een platte voet. Terwijl in het algemeen moet een paard eigenlijk gewoon een beetje de voet hebben die bij hem hoort, bij zijn beenstand. Dus je hoeft niet per se hele hoge versen te hebben, maar het is wel mooi als ze stevig zijn en goed ontwikkeld. Daaronderdeel van de versen zijn de steunsel een steunsel biedt, zoals de naam het al zegt, steun aan de versen zodat hij goed bewaard blijft. De buitenwand heet de hoefwand en daarnaast de hoefwand komt de witte lijn. Daar moet je altijd in, in nagelen. Die bestaat uit lamellen die naast elkaar liggen. Die lamellen zijn eigenlijk uh, vrij flexibel, dus daar kun je makkelijk een, uh, een hoefnagel doorheen slaan en dan hecht je hem vast in de wand, zodat je eigenlijk uh, het flexibele hebt van de witte lijn en de kracht van de wand om hem in vast te maken. De groeves aan de zijkant van de straalheden, de zijdelinse straalgroeves. En achterop heb je de hoefbouwen. Dan hebben we er een beetje een, een, een kennis van hoe van de hoef, hoe die er ongeveer een beetje uitziet. Dan gaan we verder met de hoeven van het Friese paard. Um, de gemiddelde hoef van het Friese paard is met de jaren iets kleiner geworden. Ik denk door met de modernisering van het Friese paard, doordat we ze eigenlijk uh, nou, wat luxer gemaakt hebben, zijn, zijn, is er met de jaren, zijn, ik, mijn ervaring is dat er met de jaren de echt grote voeten dat die er wat uit zijn gegaan. Vroeger had je nog wel eens een keer, maatje 4 tot en met 6 in de auto. Omdat je dan wel eens eentje tegenkwam dat je denkt, potverdorie, dan kom ik met een wat kleiner ijs. Dan kom ik hier niet uh, tot zijn recht. En dan had je een grote ijzer nodig. Maar tegenwoordig heb ik eigenlijk uh, tot nummer 4 in een auto. En uh, heel zelden een keer, ik heb één setje 5 liggen. Heel, setje, heel zeldzaam kom je eens een keer nog een 5 tegen. Terwijl dat vroeger toch wel... Ja, wat meer voorkwam. Ik ben nu sinds 2003 Hoefsmed. Dus dat is 18 jaar. Dus in het begin van mijn uh, carrière, zeg maar, kwam je er toch nog wel wat vaker voor. En nu heb je dus, zijn ze wat luxer geworden, wat moderner. En nu zie je toch minder vaak die hele grote voeten. Gemiddeld genomen, denk ik dat bij de, als je, bij de jonge hengsten die starten ongeveer gemiddeld genomen op een 2. En die groeien dan later vaak uit naar een 3. Naar een en dat is dan ongeveer. Uh, een beetje de standaardmaat. De kenmerken van de Friese hoef die zijn eigenlijk, ze hebben een brede wand, hè, veel wand vaak, sterke wand, een stevige straal en, uh, en de algemene hoef van, de, van het Friese paard is toch wel uh, gemiddeld genomen is die sterk. Ik besla ook wel veel rijpaarden en je ziet bij, de, bij, de, bij het Friese paard zie je toch over het algemeen dat de hoefkwaliteit uh, uh, beter is. Dus dat er meer, meer wand is, meer uh, materialen mee te werken het is ook intensiever om een, om een Fries te beslaan. Als ik een, een rijpaard beslaat, doe ik er ongeveer een uur over. Maar als je een, een vriespaard beslaat, nou, dan moet je toch rekenen op een uur en een kwartiertje. En ja, als je met recht goed op wil zetten en als je redelijk grote voeten heeft. Maar de, in het algemeen mogen we, denk ik, wel blij zijn dat, uh, dat het vriespaard toch wel een, uh, ja, een vrij sterke voet heeft. De hoefgrootte, passend bij het paard- en beenwerk. Ik zie nu wel eens uh, dat er, bij de, ik denk dat op de keuring horen we vaker. Dat een paard mooie grote voeten heeft, dus, dus daar worden, grote voeten worden daar graag gezien. Maar eigenlijk is het zo dat de hoefgrootte moet eigenlijk passend zijn bij het paard en bij het beenwerk. Dus als je een klein paard hebt, dan heb je automatisch iets kleinere voeten. Maar dat wil dan niet zeggen dat hij eigenlijk zoals een zo parmalinea scoreformulier eigenlijk niet gescoord moet worden op kleine voeten. Want als hij dan de voeten maar heeft die passend bij het paard zijn. En soms kom ik heb dan wel eens dan kom ik een paard tegen die staat dan op een score scoreformulier uh, nog wel redelijk aan de kleine kant. En dan vinden wij het eigenlijk hele mooie voeten omdat je dan mooie strakke voeten hebt met strakke wanden. Die er gewoon heel goed uitzien en makkelijk uh, op een ijzer te zetten zijn. En, uh, en functioneel zijn voor het desbetreffende paard. Dus dan zou je dus meer moeten kijken naar van, bij de hoefgrootte van past het bij het paard ja of, of nee, en dan beoordelen of die voet dan te groot of te klein is. Dan komen we bij de hoeveizers voor het Friese paard. Over het algemeen gebruik je voor de Friese paard uh, brede ijzers, 25 mm breed. Um, dat is omdat een, paard, uh, een Friese paard heeft natuurlijk een echt een ontwikkelde voet met veel wand zoals we al zeiden en als je dus smalle ijzer neemt dan moet je heel veel van die wand wegnemen om alsnog met de nagelgaten in de witte lijn te komen als je heel veel wand wegneemt, dan maak je een voet eigenlijk instabiel en het is beter om wat meer de wand te laten zitten en dat betekent niet dat je hem heel grof moet laten maar dat je hem gewoon in model brengt en dat je dan vervolgens het ijzer iets royaal hebt zodat je dan met de nagelgaten wel in de witte lijn komt maar dat je nog redelijk wat wand kan laten zitten dat houdt in dat de nagelgaten minimaal op de middellijn van het ijzer moeten zitten. Dat, tenminste, dat is dan hè, mijn mening. Ik vind dat je een, een vries met de nagelgaten buiten de middellijn, dus meer tegen de buitenrand van het ijzer aan, dat je, die zijn eigenlijk niet geschikt voor een vriespaard. Omdat je dan met de nagelgaten altijd in de, in de wand zit. Omdat je, anders moet je heel veel wand weghalen en dan maak je de voet weer instabiel. Je kan ook ijzers gebruiken dat je de nagelgaten over de middellijn heen van het ijzer, dus meer tegen de binnenrand aan. Dat zou je ook uh, kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij paarden. Voor de keuring, als je veel voet wilt houden, dan zou je vrij makkelijk dat ijzer eronder kunnen maken. Met die gaten midden binnen kun je veel wand laten en een grote voet houden, zodat hij dan extra uh, beweging creëert. De ijzers zijn dan 8 of 10 mm dik. Als je een, uh, een tuigpaard hebt, Waar ze mee gaan tuigen, dan uh, heb je meestal een beetje zo 10 mm dik. Maar voor de hengstekeuring en voor de gemiddelde merriekeuring heb je ze liever 8 mm dik. Omdat dat nog een jonge paarden betreft. En dan wil je eigenlijk die beweging een beetje binnen perken houden. Niet dat je ze uh, kleiner wil laten bewegen, maar je wilt ze niet te veel zwaaien en, en niet te veel gewicht aanbrengen. Dus dan hou je ze gewoon mooi 8 mm dik. Bij voorkeur een teenlip aan de voorvoet, twee lip mager. De teenlip aan de voorvoet, we gaan het straks nog hebben over. Uh, het dubbele ijzer, dus dat komt straks nog aan bod. Wel of geen opzet. De opzet in een ijzer is de ronding in de teen aan de voorkant. Eigenlijk, net zoals bij, uh, bij, een, bij een mens en bij ook allemaal, loopt de voorkant van onze schoen iets omhoog, omdat wij dan makkelijker de voet af kunnen rollen. En dat is eigenlijk bij een paard is dat ook van toepassing. Dus als een paard vertrekt vanaf de grond. Dan tilt hij zijn, de achterkant van de ijzer op en dan als hij dan aan de voorkant makkelijk kan wegrollen, dan krijgt hij minder druk in de gewrichten. Dus minder druk in de kogel en minder druk op de banden van het hoekbeen, omdat hij dan makkelijk naar voren kan komen. Dus dan rond je de ijzer aan de voorkant niet af en dat noemen we dan een opzet. Als een frispaard voor de keuring komt, dan wil je eigenlijk, willen ze eigenlijk het meeste willen ze, uh, knieacties zien. En dan zou je er ook voor kunnen kiezen om de opzet eruit te laten zodat je dan minder afrol hebt en als je minder afrol hebt dan krijg je automatisch meer beweging naar boven. En dan zou je dus meer uh, knieheffing krijgen. Maar als je een paard enorm veel afrolt, dat is er voor op de keuring is natuurlijk niet interessant. Omdat ze voor de keuring natuurlijk weer actie willen zien. Nou zoals ik zei heb je dan achter twee lippen. Voor de achterklap, eigenlijk voor het achterklapijzer. Dat is, uh, met de jaren is dat zo gegroeid. Eerst hadden we een teenlip achter. Maar dan gebeurt het wel eens dat die... Uh, um, met dat ze met het achtervoet tijdens de beweging in de voorvoet kwamen. En als hij dan heel puntig is met een teenlipper aan, dan wou dat zich wel eens vastklemmen. En daardoor hebben ze nu eigenlijk twee lippen achter en dan kun je het ijzer ietsjes terugpassen. Dat is eigenlijk voor de hoefsmid ook iets makkelijker. En dan kun je dat er iets uh, makkelijker onder maken en het is wat veiliger. Dan komen we bij de dubbele lips voorijzers. We hebben ze hier heel duidelijk in beeld op rechts. Die paar de ijs, deze ijzers hebben eigenlijk al afrol van zichzelf. Dat zie je op, de, op het plaatje heel goed. Uh, links van die twee ijzers zie je dat er al een afrol gecreëerd is in het ijzer zelf. Het is belangrijk als je een uh, paard met dubbele voorijzers beslaat, dat het geen eigenlijk is een omgebouwd achterijzer. Is eigenlijk niet mooi. Want een voorijzer, uh, voorvoet heeft meestal wat een rondere vorm. En uh, achterijzers hebben van zichzelf al meer een driehoekige vorm. En als je dan het achterijzer helemaal om gaat bouwen, blijft het toch altijd nog met, iets, met die driehoeksvorm zitten. En dan zie je heel vaak dat uh, zo'n ijs in de teen te nauw wordt. En dat, die dan, dat de voet dan te veel in de richting van het ijzer wordt gemaakt, in plaats van dat de ijs er in de richting van de voet wordt gemaakt. En uh, ook hier is het belangrijk dat de nagelgaten ver genoeg naar binnen liggen. Want je ziet wel eens bij de dubbele is voorijzer dat de nagelgaten te ver naar buiten zitten. En dan zit je bij een vriesstandaard altijd in de wand. De, dit soort ijzers die bevorderen natuurlijk de afrol, want je kan ze verder terugleggen op de voet. Dus je hebt dan zeg maar een teenlip ligt altijd aan de voorkant van de voet, maar een dubbellipse voorijzer die trek je iets terug op de voet. Dus dan steekt het voet aan de voorkant net als bij een achterijzer iets over de voorkant van de ijzer heen. Dus dan maak je het afrolpunt komt dichter bij de punt van de straal. Dus dan op het moment dat zo'n paard staat, dan kan hij makkelijker een keer naar voren toe wegrollen. En dat maakt deze ijzers ook uh, geschikt voor therapeutisch beslag, dus voor paarden die een, een letsel hebben aan een band of aan een pees, omdat de druk bij het afrollen nog kleiner wordt dan bij een ijzer met een gewone opzet. Dit is eigenlijk geen uh, keuringsbeslag, en dan komen we weer op hetzelfde punt uit: eigenlijk dat je een, uh, een, een vriespaard zien ze graag met knieheffing. En, uh, en als je dit ijzer aanpast, dan krijg je dus een ijzer wat terug ligt op de voet en die bevordert het afrollen. Dus dan krijg je een meer rollende beweging naar voren in plaats van een, een accent in de knie. Dus dan verlies je eigenlijk het accent in de voorknie. Je krijgt weliswaar minder druk bij de afrollen en het is voor een paard die die druk niet helemaal goed kan gebruiken, is het eigenlijk beter. Alleen voor een keuring is het eigenlijk niet geschikt, omdat je dat dan dat beeld niet wil zien, dat die afrollende voorvoet. Dan wil je eigenlijk meer die omhoog getrokken knie zien. En uh, de opzet zit al in het ijzer, dat had ik gezegd. En je kan, hem de, je kan die opzet ook makkelijk een keer aanpassen op de bandschurmerzine. Dat, uh, dat je hem nog iets meer erin slijpt. En, uh, maar eigenlijk zijn dit soort um, ijzers bij het Friese paard eigenlijk meer geschikt voor uh, therapeutisch beslag. Dus als er, een, uh, als er een probleem is met een pees uh, of een band, dat je ze dan gaat benutten. Op die manier dat, het dan, uh, dat, je, dat je paard wat meer ontlast dan kun je het ijzer natuurlijk ook nog aanpassen. Je kan extra opzet voormaken en rechter het teen achter in het achterijzer, teen het klappen in de voorijzers. Dus ik denk dat iedereen dat wel eens kent bij een Fries die nog een beetje de balans mist waar ze mee beginnen te rijden. En dan ben je aan het rijden in het draf en dan hoor je hem de hele tijd met de achterijzers in de voorvoeten klappen. En dat is bij ons een veelgehoorde veel vraag van oh, meneer Hoefsmit: hij, hij klapt in zijn ijzers. Dus kunt u dat oplossen? Dan, wij dus, dan probeer je dus die extra opzet aan de voorkant te maken. Dus nog meer afrollen aan de voorkant. En het achterijzer een rechte teen te geven. Zodat aan de voorkant van de achtervoet die, die, dat stuk ijzer weg is. En dat de voorvoet makkelijker en sneller weg kan komen. En zo probeer je dan dat wat te beïnvloeden. Maar vaak is het zo dat als een paarden klap met ijzers, dan zit toch een groot gedeelte zit ook in de, in de trainerij. Wat je eigenlijk met dat soort paden moet doen is dat je, als je, als je aan het rijden bent en dus ze beginnen niet te klappen, maar zo op een gegeven moment beginnen ze er wel mee tijdens de training, dan moet je de training erop aanpassen, dan moet je dus niet te lang trainen. Korte stukken draven en elke keer opnieuw even die aanzet pakken, even weer wegdraven, even een stukje draven en dan weer wat terug. Zodat je dan, als ze dan beginnen te klappen, niet oneindig daarmee doorrijden. Maar dan, uh, dat heeft eigenlijk niet zoveel nut. Dus, je, dus ze verliezen dan een beetje de lichaamsspanning en dan beginnen ze zichzelf in die voorreizers te lopen. En als je dan als je al op dat punt zit, dan kunnen we een hele tijd doortrainen, maar dat heeft dan eigenlijk niet zoveel nut meer. Dan kun je beter een stuk stappen, even rustig aan en dan opnieuw weer opstarten en dan kijken of je het dan weer doet. Begint hij dan weer, dan zwak je het weer wat af en dan weet je ongeveer, heb je ongeveer een beetje feeling mee hoe lang je zo'n paard dan kan trainen zonder dat hij daarmee begint. Dan kun je onder andere nog een zool tussen de hoef en het ijzer maken, met zo'n ondervulling. Dat is voor paarden die, uh, die een gevoelige zool hebben, of die uh, onderliggende problemen hebben, die damping nodig hebben, Ik zou je dat kunnen doen. Uh, dikkere of dunnere ijzers, daar hebben we over gesproken, dus die 8 mm of de 10 mm ijzers. Bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld een e bob doet en je hebt een Mary die een e-bob -e doet, dat komt, komt niet zo heel veel meer voor, maar er zijn er wel eens merries die een -e bob doen, dan is er eigenlijk een, een, een tien dik ijzer dat is mooier. Maar dan heb je iets wat meer ijzer onder de voet en dat wil natuurlijk gra toch graag dat, je, dat ze dan wat meer knieactie ontwikkelen. En daarvoor kun je ook een dubbel beslag gebruiken voor het Friese tuigpaard. Dat is een aluminium of een staal en ijzer die je onder het. Uh, Gewone ijzer vastgeroepen. Dan maken we drie gaten in zo'n ijzer. Eén in de teen achter de lip, twee op de takken en dat doen we dan in het voorijzer. En dan kun je dat aluminium ijzer, maak je dan drie gewone gaten in. En dan doe je dan een bout erheen en die schroef je vast op het originele ijzer wat onder de voet zit. En dat doe je dan alleen ten tijde van de, van de, van de, van de wedstrijd. En op die manier reageren die paarden met extra veel uh, knieactie. Bij de vriezen is het heel belangrijk dat je dat dan niet te zwaar maakt. Want zodra een paard moe wordt, dan gaat het gewicht tegenwerken. Dus gewicht speelt alleen een rol op het moment dat een paard nog fris is en er nog aan wil trekken. Maar zodra een paard moe wordt, dan zul je direct zien dat het gewicht tegen hem gaat werken. En dan krijg je juist een beetje een plofferige manier van lopen. En daarom zie je veel dat, vriezen, uh, dat ze bij de Vriezen gebruik maken van aluminium tegenijzer. Omdat dat toch meer hoogte geeft, dus meer hefboom. En toch wat minder gewicht, zodat ze het beter vol kunnen houden. Dan heb je het keuringsbeslag. Dat is dan uh, zoals wij hebben besproken, eigenlijk zonder opzet. Je kan het ijzer ook iets meer aan de voorkant van de voet houden. Iets meer voet eraan houden. Dus, want zoals ik al zei, zien dan liever wel wat meer ontwikkelde voet. Dus dan kun je de voet iets groter laten. En, uh, en weinig opzet. En dan, uh, zodat hij iets meer zijn uh, natuurlijke manier van bewegen kan showen, als het ware. Een verbreden binnen- of een buitentak. Dat, die, die, dat kun je dan zelf maken. Daar zullen we het straks nog over hebben. Als uh, de knieproblemen uh, ter sprake komen. Een ekbar of een balkijzer. Op, de, op het plaatje rechts zie je een, uh, een ekbar. Dat is voor een paard met uh, bijvoorbeeld met problemen met de diepe buigpees. Dat je hem aan de achterkant nog wat ondersteunt. Dat hij iets rechterop blijft staan in zijn kogelstand. En een balkijzer is ook vaak... Uh, wat bijvoorbeeld nog wel van, uh, van later wat van belang kan worden. Als je bijvoorbeeld een vries hebt die... Wat hoger in het dressuur loopt en een keer um, pirouettes moet maken of dat soort dingen, dan komt het toch steeds meer aan bod. Dan zou je bijvoorbeeld achter een balkeizer kunnen doen. Want als je dan achter een balke tussenlast, dan zakt de achterkant van de ijzer minder in het zand en dan blijft hij iets meer aan oppervlakte staan. En dan maakt het draaien van het pirouette wordt daar iets makkelijker van voor sommige paarden. Hier zien we een ijzer met een... Uh, dit paard heeft een kwartierscheur. En dan heb ik, heb ik uh, had ik een zoolonder gemaakt. Die uh, kwartierscheur die heb ik aan de bovenkant uh, dichtgeplakt met een twee-componenten uh, lijm om de scheur bij elkaar te houden. Belangrijk is in dit beslag, hier zie je dus eigenlijk een, een probleemvoet met een therapeutisch beslag met een dubbellips voorijzer. En belangrijk aan deze voet is dat hij uh, aan de achterkant, dus achter de kwartierscheur, dat hij daar voldoende ruimte heeft. Zodat als hij er met zes, zeven weken als je hem weer doet, dat hij dan niet met het achterste deel over het ijs heen is gegroeid. Want dan veroorzaakt het druk. Dus dan gaat dat achterste deel die wijkt uit van de rest van de voet, en dan zul je zien dat de scheur weer open gaat. Dus belangrijk is aan dit beslag: is eigenlijk het belangrijkste dat hij voldoende ruimte achter op het ijzer heeft. Dat noemen we dan, dat heet eigenlijk de garnituur. En garnituur is de hoeveelheid ruimte die op, de achterkant, die op het ijzer zit op de achterkant bij de verzen. En garnituur is eigenlijk een belangrijk ding, want als die ijzers achter, die voeten achter over het ijzer heen zakken, dan worden de meeste voeten plat en krijgen ze slechte verzen. Dit is de onderkant van hetzelfde ijzer. Hier zie je die zit een leren zool tussen. En dan zie je dat, die, uh, dat het ijzer ruim past en veel ruimte biedt voor het paard. En de, hier zit ook een vulling tussen. Hier zit wat een hardere vulling tussen, die dan, uh, als je een zachte vulling neemt, die dempt. Dat is een soort sportschoen. En als je een hardere vulling neemt, die, kan dan, uh, gewichten, die neemt dan deel van het gewicht van de wand over. Dus als je zoals deze een instabiliteit hebt in de wand, dan kun je een harde vulling erin uh, tussen doen. En die harde vulling neemt dan een deel van de druk over en dan draagt de zool meer mee. Dit is een foto, deze ook, uh, had ik ook zelf beslagen. Dit is een tinker met een ontsteking. Onder de, onder de middengedeelte van de voet, dat is, spreekt van de zool, daar had dit paard een ontsteking. Dat zat tussen de zool en, zijn, en, de, en de lederhuid in. Dus daar zat uh, heel veel etter. Dat heb ik open gesneden, dat is eruit gekomen. Maar dan was die voet aan de buitenzijde eigenlijk heel erg instabiel. En daar kun je eigenlijk niet zo goed een nagel meer in slaan. En als je het niet meer kan nagelen en er moet wel een ijzer onder. Ja, dan ga je zoeken naar mogelijkheden. Dan kun je dus, uh, dan zou je dus, je zou kunnen plakken met een plakschoen. Maar in dit geval was het een tinker. En tinkers hebben net zoals vriezen hebben die een hele dikke wand. En uh, toen heb ik een ijzer gemaakt eigenlijk die je dan uh, vast kan schroeven op de buitenkant. Met hele korte schroeven. En dan uh, schroef die door de buitenwand heen. Hier zie je het zij aanzicht. Dus dit is dan nog een optie. Als je aan de buitenwand uh, verder niet kan nagelen, dan zou je het nog op deze manier kunnen doen. Hier is het vooraanzicht van het ijzer. Um, het, is een beetje, het lastig was een beetje, om dat, ijzer een beetje om, dat, om dat stukje wat er bovenop gelast is, om dat in de goede richting te krijgen, dat het precies in de wandrichting zit. En hier zie je dat het, hier was dat redelijk gelukt, maar dat kostte nog wel even tijd om dat een beetje in de goede richting te krijgen. Dan komen we bij de achterknie van het Friese paard. Ik denk dat we er allemaal wel een beetje bekend mee zijn. Het is, uh, bij veel jonge paarden is dat nog wel eens een keer een uh, instabiele factor. En dan, uh, als je dan een paard hebt die, uh, die daar veel problemen mee heeft, dan blijft hij vaak haken in, uh, in de achterknie en dat noemen we dan op slot staan. Dat houdt eigenlijk in dat een van de gewrichtsbanden van de meniscus aan de binnenkant, die haakt zich vast in de binnenste aan de binnenste rolkam. Dat zie je heel duidelijk op dit plaatje. Op de linkerzijde staat LOCKED, daar, daar zit hij op slot. En op de rechterzijde staat hij UNLOCKED. En daartussenin tussenin, de patella is dan de knieschijf. En op het moment dat een paard gaat rusten, dan drukt hij de binnenste band van de patella, van de knieschijf, dus drukt hij over, die, uh, over de rolkam heen. En er is een, uh, een, een spier zorgt er dan voor bij het weglopen, dat die knieschijf weer teruggedrukt wordt tussen de beide rolkammen in. Als die spier dan niet genoeg ontwikkeld is, dan spreken we eigenlijk van een slaap achterknie. En dan staat zo'n paard op slot. Dan blijft dat been blijft staan en dan sleept hij die, die achter zich aan. Mensen worden daar vaak heel. Als ze dat voor het eerst zien en ze weten niet helemaal van wat het is, dan is dat een heel raar gezicht. Het gaat vaak niet met, uh, uh, gepaard met pijn. Het is net alsof je elleboog op slot zit en dan weer losknakt. Maar het is natuurlijk wel zeer ongemakkelijk voor, uh, voor een paard. Um, wat kun je eraan doen? Uh, het, meeste, het belangrijkste zit hem eigenlijk in de training. Dus als je met een jonge friespaard begint en je moet ermee beginnen uh, te trainen, dan is het heel erg belangrijk dat je niet te veel doet. Maar het is ook heel belangrijk dat je dan uh, de meeste mensen beginnen te trainen met een friespaard op de, op de volte in een longeercirkel. Omdat er, nou, als je gaat zadelmaak maken, dan is dat meestal wat je doet en dan train je hem dus op de volte. En uh, belangrijk daarbij is, uh, je ziet nog wel eens dat dat het gedaan wordt bij jonge Friese die al wat slap zijn in de achterknie met een uh, met longeerhulp. Dat is zo'n touw die uh, over de schoft heen gaat tussen de voorbenen door en dan aan het bid vast. Of er wordt gelongeerd alleen aan een halster. En het probleem van die twee uh, manieren van longeeren is eigenlijk dat het te vrijblijvend is. Dus als je een, een, een achterknie van het friespaard wil verbeteren, dan moet je spanning aanbrengen, lichaamspanning op zo'n friespaard. Want als je een lonceercirkel hebt, die loopt meestal langs de buitenkant, dan loopt die iets omhoog. En dat houdt dus eigenlijk in dat het binnenbeen van het friespaard wordt dan eigenlijk iets naar buiten gedrukt. En de ideale positie van het binnenbeen, of eigenlijk van beide achterbenen. Voor een paard dat wat minder op de knieën is, is dat hij iets naar binnen staat met beide benen. Maar als je dan aan het longeeren bent, dan staat het binnenbeen staat door het oplopen van, de, van het zand altijd iets naar buiten. Als je zo'n paard dan alleen een longeerhulp aan hebt, of je hebt hem uh, los aan het halster, dan kan hij te veel rennen en te verrijd blijvend in zijn hoofd-halspositie uh, zijn eigen ding doen. En eigenlijk is het mooiste dat je dan zo'n paard aan beide kanten met de zet, gewoon op een normale manier bijzetten, dat betekent niet dat je ralkuur moet doen of dat je het paard met de, met, de, met de kop op de borst moet binden. Maar gewoon op lengte, op een normale manier longeert, maar wel echt met een bijzet, zodat hij zijn eigen lichaamspanning door kan brengen op de achterbenen. En niet dat hij als een zelf, als een malle in een rondte rent en galoperen kan wanneer hij maar wil. Het beste is dan eigenlijk rechte lijnen maken. Dat is in het begin niet zo heel makkelijk, tenzij je hem aanspant. En daarom is eigenlijk het aanspannen van een paard wat een beetje slap is in de achterknie, is eigenlijk het mooiste. Want als je met een paard naar buiten gaat en je hebt hem voor de wagen, dan heeft hij van zichzelf wel veel lichaamsspanning. Want hij vindt het een beetje apartig en ze lopen vaak lekker fris voor de wagen. En dan kun je ook je training mooi aanpassen, kun je lange stukken stappen. En uh, dat maakt eigenlijk voor, uh, voor een paard die wat minder is op de achterknie, is een aanspanning eigenlijk een heel geschikt iets. Um, als je die mogelijkheid niet hebt, dan moet je dus als je dan zo onder het zadel rijdt met zo'n paard, die, die wat, wat sterker achterknie moet krijgen, dan moet je dus zorgen dat je een beetje wat langere lijn pakt. Niet te veel kleine volters, niet te veel zijn eigen gang laten gaan. Want dan, uh, dan, wordt, dan bereik je eigenlijk niks en blijft hij gewoon matig in de achterknie. Je kan je hoefsmeter naar laten kijken. Uh, meestal wordt dan een speciaal beslag gemaakt. Op de foto zie je een speciaal beslag, heeft een verbreden buitentak. En wat versmalde binnentak en een opzet aan de voorkant. Deze opzet zit aan de voorkant, een beetje in het midden. Die is erin geslepen. Maar die zou ook iets meer op de binnenkant, meer naar het eerste teengat kunnen zitten. En, uh, een dierenaat zegt dan vaak dat het paard moet binnendoor staan. Maar het binnendoor zetten van een frispaard is eigenlijk alleen geschikt op het moment dat, uh, dat hij haakt in de knie en dat hij er kortstondig vanaf moet. Maar als je er voor langdurig. Uh, uh, wil je iets wil bereiken, dan kun je hem wel binnen doorzetten, maar dan treedt er vaak na verloop van tijd treedt er vervorming op in de hoef. Dan krijg je een uitgezakte buitenwand en wat een ingedraaide binnenwand. Dan drukt hij de binnenste hoefbal wat omhoog en dan gaat dat paard gaat zich in de voet zelf corrigeren. Dus jij denkt dan: Van ik heb dat paard binnen doorgezet, maar ondertussen vervormt die voet en dan doet dat dat, die, eigenlijk die, dat been doet uiteindelijk gewoon wat hij zelf wil. Dus langere tijd binnen doorzetten is eigenlijk fictief omdat je dan een, een scheve voet creëert en je bereikt in de, in de achterknie naar boven toe, bereik je helemaal niks. En dat is eigenlijk helemaal het geval bij een paard waarbij de pijpen iets van zichzelf naar binnen toe lopen. Die die staan, als je die paarden binnen door gaat zetten, die knik je direct in de kogel. Dus die gaan met een knik in de kogel naar binnen staan. En, uh, en daar is het medicijn vaak erger dan de kwaal. Want dat soort paarden die een beetje bodemnauw staan, dus die met de achterbenen dicht bij elkaar staan. Als je die in het werk ziet, dan drukken die vaak uh, het achterbeen, vooral het binnenachterbeen, drukken ze ver onder het lichaam. En dan heb je dat paard binnen doorgezet. Dus hij drukt hem eerst ver onder het lichaam, dan zakt hij door de kogel heen naar binnen toe. En vanuit die diepe positie moet zo'n paard dan weer vertrekken. Daarbij is hij dan wat zwak op de achterknie. Dus dat zal zo'n paard nooit lukken. Dus zo'n paard kan eigenlijk, als, je zo als ik zo'n paard tegenkom, die zou ik nooit binnen doorzetten. Maar dat kan hij van nature, kan hij dat niet. Wat kun je dan wel doen? dan kun je dus uh, de, het, het ijzer wat op het plaatje staat, zou je dan kunnen maken, dat hij tijdens het lopen iets meer naar binnen toe gedwongen wordt. Je laat de voet gewoon recht, alleen tijdens het lopen probeer je hem dat zijn, zijn afrol en zijn balans iets meer aan de binnenkant ligt, zodat hij achter wel gesloten blijft in het lopen en die knieën wat meer tegen het lichaam aandrukt. Um, er zijn ook Friese paden die, hem, uh, dat noemen ze, een, uh, dan is de achterknie uh, heel erg open, dus dan draaien ze hem wat naar buiten toe. Dat hoeft niet altijd gepaard te gaan met haken. En vaak hebben dat soort paarden heel veel tijd nodig om dan van zichzelf gesloten te worden. En als ze dan met de jaren wat breder worden, dan zie je vaak dat die achterknie wel weer meer wat bij het lichaam komt. Dan komen we bij de verbening van het hoefkraakbeen. Um, wat is het? Aan de achterkant van het hoefbeen zitten twee kraakbeentakken. En die lopen... Vrij omhoog langs de horenschoen En die zorgen voor de demping en, uh, van, uh, van, van, uh, van de voet. Dus als een voet landt, dan zet hij iets uit. En die kraakbeentakken die bewegen dan mee. En die, uh, en die zorgen dan voor die demping. Als die, demp als die kraakbeentakken gaan verkalken, dus als er daar zeg atroze maar, optreedt, dan, uh, dan verliest het paard een deel van die demping. Op de foto zie je dat aan, aan twee zijden gebeuren. Dus eigenlijk de. Je ziet die twee tentakels omhoog staan, waar die pijlen bij staan, dat zijn de, verbenen, de verbeende hoefkraakbenen en daaronder ligt dan het hoefbeen. Um, deze heeft extreme verbening. Het kan ook aan één kant voorkomen. De oorzaak: bij het Friese paard uh, is het vrij, uh, wordt het nog wel vrij vaak gezien op ook zeer jonge leeftijd. En uh, dan ligt het vaak uh, in de erfelijkheid. En, maar je, je kan het ook hebben bij een paard die bijvoorbeeld. Toontredend is, dus met zijn tenen naar binnen toe staat, dat hij dan de, buis, de, de buitenste takken van het hoefbeen wel verkalkt heeft en de binnenste niet. En dan komt het dus door als een paard loopt, dan stoot hij meer met zijn buitenkanteen, uh, raakt hij automatisch meer de grond, krijgt hij dan meer weerstand, dan krijgt hij, die kraakbeentak krijgt meer stoten te verwerken en die verkalkt dan eerder. In dat geval is het vaak niet erfelijk. Als het wel erfelijk is, en het is op jonge leeftijd, dan zie je soms dat het een beetje door de jaren heen hetzelfde blijft. Als het door een beenstand komt, dan zie je vaak dat het uh, met de loop van de tijd het verergert. Het kan natuurlijk ook een combinatie zijn. Dan komen we op welk beslag? Eigenlijk voor dit. Uh, ik heb er nog wel een paar in mijn klantenkring. En eigenlijk is het per paard is het heel erg verschillend wat voor beslag je eronder maakt. Eerst ga je kijken en dan staat het paard recht op zijn benen. Dan kijk je van voren, dat noemen wij de voetaas, Die kun je van voren bekijken en dan moet het been loopt van boven naar beneden en moet rechtstandig op de grond komen, zonder dat de hoef aan één kant een vernauwing heeft. Als er een vernauwing opgetreden is in die voet, dan zou je eerst moeten zorgen, in de meeste gevallen, dat die voet weer aan beide kanten gelijke hoefvelden krijgt, zodat die en ook die verkalkte kraakbeentak weer de ruimte krijgt. En dat hij daar weer op een normale manier mee gaat functioneren met die voet. Vaak hebben ze wel moeite met functioneren. Maar als die kant waar de kraakbeentak verkalkt is, vernauwd is. Dan wordt dat een, een heel gevoelig geheel. En dan door, uh, als zo'n paard dan loopt, dan heeft hij sowieso al weinig vering in die voet. En is die kraakbeentak nog verkalkt. En dan zie je heel vaak dat ze daar heel moeilijk op lopen. Als je dan voor het eerst bij zo'n paard komt en hij is vrij scheef, dan heb je eigenlijk geluk. Want dan kun je eigenlijk door middel van het rechtzetten van zo'n been en het zorgen dat die, kraak, dat die voet weer ruimte krijgt, kun je vaak al heel erg een groot deel van de kreupelheid wegnemen. Is dat dan niet het geval of is de, de verkalking dermate erg dat die door de verkalking al niet meer recht landt? Dan ga je verder kijken en sommige paarden hebben dan behoefte aan demping, dus dan kom je weer op die zool met die vulling ertussen. Of, uh, of sommige paarden hebben juist meer behoefte aan uh, dat je hem opsluit. Dus dat je die voet eigenlijk stilzet en dat je dan uh, die kraakbeen zo min mogelijk mee laat doen. En dat, dat stilzetten kun je weer doen, ook weer door een zool en dan opvullen met een hardere hoefpad en dan bijvoorbeeld twee lippen aan de buitenkant te doen, zodat je die voet eigenlijk wat opsluit. Maar dat haalt vaak af van de mate van verkalking, want op het moment dat het proces aan de gang is en, zo, en die hoefkraakbenen zijn aan het verkalken dan zie je vaak dat je dan nog met gewoon beslag en een beetje uh, uh, het rechtzetten van de voeten een heel lijn komt. Maar als de voeten helemaal verkaald zijn, dan zie je ook vaak dat die voeten smal worden en een hoge wand krijgen. En dat zie je ook op deze foto. Dan zie je ook dat die, uh, dat die voet eigenlijk hele hoge, buiten, hele hoge wanden heeft aan beide kanten. Dan wordt zo'n voet versmald en die verliest zijn vering. En dan op het moment dat die helemaal geen vering heeft, dan is de pijn ook weg. En dan zie je vaak dat die paarden wat stugger lopen, maar dat ze dan wel weer... Uh, pijnvrij zijn. Um, dit, uh, verbinding hoefkraakbeen, komt uh, bij jonge hengsten ook nog wel eens voor. En dan zie je vaak, soms zie je dan dus op de hengstekeuring een heel aparte hengst. Dan denk je, dat vind ik wel een aparte hengst. En dan is die eigenlijk röntgologisch er al door. Alleen uh, bij verbinding van het hoefkraakbeen. Uh, dat kan nog meewegen in de uiteindelijke besluitvorming tijdens de uh, tijdens de tweede, derde bezichtiging. Maar zelfs nog wel tot in het frissingsonderzoek, omdat ze dan ...gaan kijken hoe dat zich ontwikkelt. Dus dan moet er nog een keer, uh, nog een keer een set foto's gemaakt worden of niet. En dan, uh, dus dan speelt dat ook wel eens een keer een rol. Ik denk dat het wel belangrijk is om dat een beetje uh, in beeld te hebben. Bij het suricorp zal het wel in beeld zijn waar, waar het een beetje qua erfelijkheid vandaan komt. En dat, we dat, dat dat toch een beetje op gelet wordt, dat het niet uh, erger wordt in elk geval. De voetasafwijking of niet... Dat is ook wel een belangrijk iets, als je, je ziet vaak paden, jonge vriespaden, die zijn smal in de borst, maar die hebben de, de beenstand aan de voorkant, als je, als je de been van boven naar beneden bekijkt, is de voet gewoon recht, alleen doordat hij dan smal is in de borst, staat hij met de tenen naar buiten. Dat soort paden worden vaak, naarmate ze ouder worden, worden ze meer ontwikkeld, en dan worden ze van zichzelf rechter. En dat is niet zo'n probleem. Als je dan uh, als je het been van boven naar beneden bekijkt, en er zit een, dat noemen we een voetasbreuk, dus dat er een gewrichtsvlak niet helemaal rechtop op elkaar zit. En dat zie je eigenlijk op de, op de onderste plaatjes links en rechts. Een voetas gebroken in het hoefgebrek naar buiten en eentje naar binnen. Daar zie je eigenlijk dat die voeten eigenlijk, uh, van zichzelf scheef zijn. Dus vanuit de romp lopen ze naar beneden en vertonen ze een knik in het gewrichtsvlak. Dat is vele malen erger. Als je zo'n uh, beenstaat hebt, gaat het altijd gepaard met extra slijtage en, uh, en kans op artrose. En daar, ze, daar moet veel meer op gelet worden. Dus als je zelf een onderweg bent en je gaat een paard kopen, als je dan een paard hebt die smal is in de borst en een beetje Frans, dat is eigenlijk wel redelijk normaal, maar je moet er dan wel goed op letten als datzelfde paard dan niet een, een afwijking in de voetas heeft, doordat hij dan een gewrichtsvlak net niet helemaal rechts op elkaar heeft. En dat is veel erger. Dan komen we bij de afsluiting. We zijn toch aardig wel snel onderweg, zie ik wel. Um, de, waar ik eigenlijk nog uh, over wil hebben, is dat uh, er komen in onze beroepsgroep denk ik, steeds minder uh, hoefsmeden komen. Er komen niet minder, maar de aanwassen zijn niet, niet helemaal groot genoeg. En uh, ik denk dat er dan in de toekomst uh, op gelet moet worden dat als je een, uh, een goede hoefsmed hebt en je bent er tevreden mee, dat je hem... Uh, nou, je hoeft er niet zuinig op te zijn, maar dat, dat je je paarden wel op een bepaalde manier aanbiedt. Dat het ook voor een hoefsmid een, een plezier is om eraan te werken. Zodat je dan, uh, als er in de toekomst wat meer een, uh, een tekort komt, dat, dan, uh, dat je nog een aantrekkelijke klant blijft. Zodat je dan in de toekomst uh, ook fijn kunt samenwerken met je hoefsmid. Um, als je een goede hoefsmid zoekt, uh, ik ben onder meer lid van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmiden. Dan ben je verzekerd van een, uh, van een hoefsmid die uh, zijn vak kent, die gediplomeerd is... En als hij daarnaast nog, dat noemen ze bij ons EFA gecertificeerd, als hij dat ook nog is, dan volgt hij zijn bijscholingen en dan is hij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. En dan uh, en dat is ongeveer, uh, daar kun je ongeveer van zeggen dat dat een smid is die zich uh, nou, op die manier goed ontwikkeld heeft. Dat was eigenlijk de afsluiting. Dus ik weet niet of er nog vragen zijn, uh, Alice. Ja, zeker. Die zijn er, Hilbert. We hebben via de app een aantal binnengekregen. En om even aan te sluiten op jouw laatste betoog, iemand die vroeg of je tips kunt geven voor het bekappen van jonge en ook oudere paarden. En dan tips op het, in het geval van hoe je ze moet bekappen. Of, uh... Ja, in mijn jonge paarden met name even, hoe leer je dat, uh, wat is dat? Wat zijn dan belangrijke do's en don'ts als ze ja, bekapt ja, ja, ja. moeten worden? En bij de oudere paarden, je zegt ook, mijn paard is niet helemaal zo makkelijk of heeft last van mok of wat dan ook. Wat ja. wordt vervelend? Hoe, hoe kan ik dat dan toch uh, oplossen? Ja, nou, ik denk als je jonge paarden bekapt, is het heel belangrijk om natuurlijk zelf rustig te blijven. Om een, een rustige uh, hoefsmid te hebben. En het belangrijkste is bij het bekappen van die jong paard is dat je. Om, eh, dat je goed de omgeving in acht neemt. Dus als je met een jong paard begint en je begint op de ruimte, dat hij overal heen kan, dat is altijd een slecht begin. Dus je moet eigenlijk het mooiste is om te zorgen als je een jong paard bekapt, dat hij aan de voorkant afgesloten is. Dus dat hij tegen, een, uh, tegen de voorkant van de box aan staat of zoiets. Zodat hij die stap naar voren. Op het moment dat de smid eronder staat, dat het paard die stap naar voren niet mikken, dat dat al afgesloten is. Dan heb je eigenlijk. Het eerste struikelblak al overwonnen. Dat hij dus weg wil lopen als de smid eronder staat. Doordat hij dan aan de voorkant geblokkeerd wordt. En uh, daarbij moet je heel rustig blijven. En ik denk als eigenaar zijnde dat je daar ook... Uh, als je een wat lastige paard hebt. Laat dan ook zien dat je daar dan zelf ook tussendoor tijd aan besteedt. En vaak komen die paarden dan wel in het werk. En dan wordt het wel weer wat beter. En je moet veel uh, ja, je geduld bewaren. En een beetje uh, dan maar wat vaker oppakken. De praam kan daarbij een... Uh, een, een, een mooi hulpmiddel zijn, alleen dat moet ook altijd weer op de goede manier toegepast worden. Zelfs hou ik er niet van om dan heel strak op te draaien. Ik doe dan het liefst gewoon kort erop en dan zorgen dat je het mooi, uh, mooi, mooi vriendelijk houdt. En als het paard dan goed doet, draai je hem dan, dan, dan ook gewoon tussendoor een keer af. En als ik een jong paard heb die uh, heel lastig is aan de achterbeen, dan doe ik ook wel eens een keer uh, met een lang touw even op het achterbeen. En dan ga ik er uh, in 90 graden... Uh, tegenover het been staan en dan trek ik hem gewoon onderweg. En dan zorg ik ervoor dat het paard zelf dat achterbeen op gaat tillen en dan van de grond gaat houden. Zodat hij dan zelf leert dat hij dat achterbeen dan ook van de grond houdt. Ook daarbij moet je gewoon rustig blijven. Als die paarden dan slaan, dan slaan ze gewoon op touw. En omdat jij er 90 graden op staat, dan gaat dat been heen en weer. Alleen jij houdt gewoon alleen de touw vast. En dan kunnen ze op die manier kunnen ze dan leren hoe ze dan het beste dat been op gaan kunnen pakken. Als je een oude paard hebt met mok, dan zie je heel vaak als je dan zo'n paard over het achterbeen benadert, en je paard zo, pakt zo n, zo n, bij de vriezen is dat dan het geval. Je pakt zo'n paard in de sok vast. Dat vinden ze vaak vreselijk irritant, omdat die, die sok, daar zit die, die mok aan vast en, die, en dat is vaak geïrriteerd. Wat je dan het beste kan doen, is dat je met je hand naar beneden gaat en dat je ter hoogte van de pijp al dat paard motiveert om dat been op te pakken. Pakt die hem dan op, dat je hem dan in één keer probeert eigenlijk bij de, bij de hoef te pakken. Dus dan niet in het uh, gedeelte te komen waar de sokken zitten, waar de mok zit, maar gewoon direct bij de voet te pakken. En als je dan die hoefdrek beet houdt, dan irriteer je hem niet in de zakken. En dan kun je dus heel goed zorgen dat die, die irritatie niet plaatsvindt. En dan ga je er gewoon onder staan. En vaak gaat het touwladen goed. En, ook, en je ziet ook wel eens van die paarden die wat onrustig zijn, die dan aan de achterkant beginnen te trappen. Ja, en dan moet, je dan, dan moet je eigenlijk gewoon een beetje omheen proberen te werken. En vaak werkt het met belonen. Op het moment dat je het goed doet, werkt het vaak beter dan afstraffen. Want als je het afstraft, dan krijgen die paarden vaak een negatieve ervaring. En dan willen ze het eigenlijk helemaal niet meer voor je doen. Dat is altijd wel vrij lastig. Helder. Um, nog een vraag. Iemand die zegt, uh, zwilverratten, ook die onder de sokken zitten. Wat uh, moet je daarmee? Ja, de zwilverratten, die, die zijn bij de vriespaard vaak erg ontwikkeld. Die hebben eigenlijk geen functie meer. Um, wij doen vaak, uh, ik doe heel vaak tenminste, als, uh, voor de netheid, dan knip ik ze gewoon mee. En dan uh, haal je ze er gewoon af. De meeste smeden weten wel tot de hoeverre je ze eraf kunt halen. Um, te ver is vaak niet mooi. Als je een onrustig paard hebt, heb ik wel eens gehad, dan knip je het je er af met je hoefkniptaang. Dan zet je die tang erin. Maar op het moment dat die tang erin zit, dan zit je met een probleem. En als het paard dan aantrekt, krijg je die tang er nooit weer uit. Dus dan trek je, als het dan helemaal misgaat, trek je de zwelverhaal los van de huid. En dan, dat geeft nogal vrij veel bloed. Um, wat je dus best kan doen, is zorgen er bij een rustig paard dat het paard stilstaat en dan snel even die zwilverrat eraf knippen. Maar dat moet niet een langdurige bezigheid worden, want dan vinden ze het vaak niet leuk meer. Uh, duidelijk. Um, hoefschimmels. Wat kan je eraan doen? Hoe ontstaan ze? Um, kun je het ook voorkomen? Je ziet vaak als je, ho als je hoefschimmels. Uh, de, de, eigenlijk de normale naam daarvoor heet, is eigenlijk. Uh, white Line Disease heet dat dan. Dat is een schimmel in combinatie met een bacterie en die dringt naar binnen via de witte lijn. En die, en die zoekt zich dan eigenlijk een weg naar boven. Als je dat dan hebt, die gaan dan achter de wand zitten. En dan ontstaat daar een halle ruimte. Die witte lijn die verpulvert als het ware. Dat wordt meer een, een poeder en die raakt daar beschadigd en dat kan heel erg hoog omhoog gaan. En hoe eerder je erbij bent, hoe beter het vaak is. Um, het behandelen van die, van die schimmel en die bacterie moet daar gebeuren waar die op dat moment zit. Dus als je aan de onderkant dingen gaat behandelen, dat helpt eigenlijk helemaal niks. Want dan kom je eigenlijk niet daar waar die schimmel en die bacterie zit, want die zit achter de wand in die lamellen. Dat houdt dus in dat je dus de, voor de buitenwand van die voet, die moet je eraf halen. Zodat, die, zodat bij, die, bij die oorzaak, daar bovenin waar die schimmel en die bacterie zit, dat daar zuurstof bij kan komen en op dat moment kun je het ook behandelen. Maar dan moet je dus die buitenwand eraf. En dat is een beetje afhankelijk van hoe ver die schimmel en die bacterie zich heeft verspreid in die voet. En dat kan soms best wel extreem zijn. Ook best wel eens lastig nog om dan nog een ijzer eronder te maken. Dus dan moet je voor jezelf misschien eerst even kijken van... Hey, Waar kan ik hem nu nog wel nagelen en waar niet. En dan, uh, kun je dan, uh, en dan haal je die wand weg en dan ga je die, uh, die bacteriën met schimmel behandelen. Bijvoorbeeld met uh, verse bijenhoning. Uh, dat helpt heel erg omdat bijen ook geen schimmel en bacteriën in hun nest willen nemen. Werkt dat nog wel eens. En je kan, ik smeer er ook wel eens gewoon... Vaak ben je al een heel eind als je hem goed vrij hebt gelegd. Dan smeer ik er ook wel eens een keer hypozin op. Dat is een uh, soort... Uh, een hele een, 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 een zinkzalf. En die droogt dat eigenlijk op. En die zorgt ervoor dat die, die bacterie daar een beetje. Die werkt ook bij rotstraal. En die zorgt ervoor dat die bacterie een beetje een bacterievrije omgeving wordt. Maar je moet dus alles. In principe moet je het eraf halen. Omdat je anders niet aan de oorzaak uh, kan komen. En dat is heel belangrijk dat het weggehaald wordt. In een extreem geval, als je een, uh, zeg maar, bijvoorbeeld bij het eerste, tweede, derde nagel gaat een bacterie hebt en je ziet hem omhoog gaan. dan kun je ook nog. Een, een lang voorwerp erin steken, een hoefnagel die lang genoeg is of, een, of, een, of iets anders van ijzer. En dan kun je dat aan de buitenwand er tegen houden. Dat heb ik ook wel eens gedaan. En dan maak je een, een venster. Dan maak je een sleuf in de voet tot waar die schimmel gaat. En dan kun je onder die sleuf kun je dan nog nagelen. Zodat je dan niet eerst alles eraf hoeft te halen. Maar dan maak je, een, dat noemen ze dan een venster. En dan zorg je dat die daar schoon wordt. En daaronder kun je dan nog nagelen. En dan groeit dat mee naar beneden toe af. Hoe sta jij sowieso tegen allerlei uh, middeltjes of, uh, uh, die je moet gebruiken voor de hoeveelzorging? Is het iets noodzakelijks? Het kan heel goed werken. Ik, heb, uh, in principe, ik, ik, vind, ik ben niet zo'n verkoper, vind ik eigenlijk niet zoveel aan. Maar uh, er wordt wel vaak uh, gevraagd: mensen willen graag wel iets erop smeren. Omdat ze dan het gevoel hebben dat ze ook zelf iets uh, eraan doen. En heb je, tegenwoordig heb je, heb je daar verschillende middelen voor. Die mogen eigenlijk geen, ik weet niet of je mogen productnamen noemen. Je hebt dan bijvoorbeeld duohoef, dat is een vet dat is gemaakt van, uh, van puur paardenvet. En daar zit niks anders in, dat is 100% natuurlijk paardenvet. En ik heb de ervaring als je dat, uh, dat erop smeert, dat die hoeven daar we daadwerkelijk wel uh, nou, meer flexibiliteit van krijgen en van opknappen. En uh, dat verkoop ik dan wel eens. En uh, daarnaast gebruik, verkoop ik dan wel eens hypozin, dat is dan een zinkzalf. En dat, helpt, dat droogt gewoon heel erg in, en zorgt voor een bacterievrije omgeving. Dat kun je dan gebruiken voor mok of voor uh, rotstraal werkt het heel goed. En, uh, dus ik ben, ik ben wel voor, uh, voor dat soort dingen, maar, uh, maar er zijn slechts enkele producten die daar uh, echt heel goed uh, in we hun werk in doen. En daar heb ik dan zelf twee van geselecteerd, waarmee je dus de rotstraal en, de, en, en een hoefvet uh, kan gebruiken. Precies. Ja. Nou, uh, laatste vraag nog, Hilbert. Dan ben jij hoefsmid en ook zelf fokker. Uh, kijk jij nou ook anders naar uh, hoeven of naar fokkerij en hoeven uh, in je eigen fokkerij of met je eigen paarden? Um, ja, maar dat, is, maar dat komt meer voort uit, 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 vaak uit, het, uit uh, het trainen van mijn eigen paden dan, uh, en dan de combinatie vaak. Dus als je, dan, uh, ik, in, als je daarnaar kijkt en je ziet de hele, dan zie je ook meer het totaalplaatje. En een, een hoef alleen is eigenlijk niks. Dus je moet altijd rekening houden met hoe staat dat de, de, de been eronder, hoe is die hoeve ontwikkeld, hoe gebruikt hij zijn benen, waar zet hij ze neer. En, uh, en dat is het mooie aan ons vak. Als je dan zelf ook die, die paarden vervolgens traint, of je ziet ze in het werk, dat je dan, dan zie je in één keer het gehele plaatje. Dus, en ik denk dat je daar ook, uh, dat dat ook, misschien doen we dat wel eens te weinig, dat je dan, je moet niet vergeten dat die hoef heeft een functie heeft en die ondersteunt een lichaam. Maar die hoef op zich is, heeft gewoon zijn vorm en die is zoals die is. Maar dan vervolgens zit die aan een been vast en hoe wordt die hoef dan gebruikt? En waar zet hij hem neer en hoe belast hij hem dan? En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat is ook onder meer wat ik dus zei. Als je een, een paard gewoon dom binnen door gaat zetten, omdat hij last heeft van de knieën, dan kan het zijn dat je dus eigenlijk tegen zijn eigen bouw in zit te werken. Omdat het paard die beenstand eigenlijk helemaal niet kan gebruiken. Maar dan hebben wij in ons hoofd bedacht dat als hij last heeft van de knieën, en dat hij binnendoor moet. Terwijl het paard bij dat, bij dat betreffende paard soms helemaal niet hoeft te passen. En dat hij dan extreem op de buitenkant gaat landen of, of het been op een verkeerde manier onder het lichaam zet. Dus dan is één en één niet altijd even simpel twee. Dan moet je ook verder kijken dat je neus lang is en hoe gebruikt het paard dat achterbeen dan. En dat is bij de vriezen is dat heel belangrijk. En als je dan bijvoorbeeld, wat je nog wel ziet, is een, een sabelbenig paard met een, met een Kruis. En uh, ja, zulke soort paarden die, die dan ook nog niet de, de knieën buiten drukken. Ja, dat soort paarden. Dat ligt voor ons dat ligt daar echt wel. Eigenlijk is het belangrijkste voor zo'n paard is al dat je het been op zo'n manier neerzet. Dus eigenlijk zoveel ondersteuning biedt, dat het paard goed kan functioneren. Dat het, het is eigenlijk het belangrijkste dat, je, dat het daar in elk geval niet aan ligt. En je ziet nou wel eens uh, een keer een, een paard lopen, dat ik, dat ik denk. Van, boah, dat zou eigenlijk wat anders moeten. Omdat hij dan eigenlijk de ondersteuning niet krijgt, die hij eigenlijk zou moeten hebben. Dus daar begint het dan mee. Dat je als smid wel bezig bent, dat je, kan, dat je ziet van hé. Hey, we krijgen dit nu voor elkaar en, en wij bieden nu de juiste ondersteuning onder het been. En niet dat, uh, dat je hem eigenlijk een beetje aan het tegenwerken bent. En dat is een heel belangrijk ding. Ja, uiteindelijk is dan uh, de hoeve uh, de basis waar je het paardman op laat lopen. Begrepen. Ja, maar niet vergeten dat, dat, dat een hoeve op zich is, uh, stelt niks voor. Het is het hele lichaam, wat op die, wat, wat, het is een onderdeel van het hele bewegingspatroon. En ja. ik denk dat je dat niet altijd uit het oog moet verliezen. Dus dat is heel belangrijk dat het, dat het allemaal onder de, de gesloten, onder de massa blijft. En dat hij uh, nou, daar op de juiste manier mee kan functioneren. Ja. Kijk, het is, je bent al een hele man als je, uh, een, uh, zeg ik altijd, als je er een ijs eronder kan slaan en het paard heeft er geen last van. Ja. Maar een paard ondersteunen, ja, dat is weer heel iets anders. Ja. Maar aan de andere kant moet je weer niet denken dat we, dat we Jezus zijn en dat we dan. Zeg maar, ik uh, kan hem nog heel even verbeteren en zakker er eens even een hoeveelheid van maken waar hij heel veel beter van wordt. Kijk, dat, dat kan als het paard iets mankeert. Maar als je gewoon een gezond paard hebt, dan is het gewoon een kwestie van ondersteunen, recht houden en zorgen dat hij op de juiste manier kan functioneren. Precies. En dat is uh, het belangrijkste. Ja, even overleggen met je wat de mogelijkheden zijn. Ja, precies. Ja. En geef die man een keer de kans. Hè. Niet, uh, als hij dan iets eronder maakt, dan moet je ook samen kijken... van, goh, werkt dit wel of werkt dit niet? Het is natuurlijk geen exacte wetenschap. Het is niet van, ik doe dit en dan gebeurt er dat. Het blijven altijd beesten. Je hebt altijd een... Er, en er speelt een lichaam mee. En, en, en hoe reageert een paard dan op? Past hij zich aan op een beslag? Of blijft hij er anders op lopen? En dan, uh, en dan moet je daarover communiceren. En dan kijk je de volgende keer weer, en dan zeg je: Van nou was dit het of doen we het nog weer anders? Ja, ja maar dan moet Smit daar ook de kans in hebben om zich daar ja weer op aan te passen. Ja, ja. nou dankjewel, alsjeblieft, voor uh, deze interessante presentatie. Best wel in een sneltreinvaart een heleboel dingen besproken en ja. ook uh, waar je wat als hoerspit kunt doen. Uh, leerzaam, um, dankjewel. Uh... Hilbert, wij, uh, wij nemen straks nog even afscheid met, met een echt dankjewel, zou ik ja. maar zeggen. Uh, en ik wil u thuis uh, bedanken voor het kijken uh, voor, de, voor deze eerste KFPS College Tour. We zijn er op uh, 9 december weer. U ziet dat uh, straks nog wel in, in de aftiteling. Dan komt uh, Carolien Munsters, die gaat ons wat vertellen over de hartslag- en lactaatmetingen. Zoals die afgelopen jaar en dit jaar ook bij de jonge hengsten zijn, zijn gebeurd. Dus dat wordt heel interessant. Een nieuw jaar 2022 trappen we af met dierenarts Gerrit Kampman. Die gaat wat vertellen over de opvok van jonge paarden. En dan hebben we nog twee vraagtekens in het programma zitten voor komend jaar. We hebben via Frizo onze lezers gevraagd: van, Weet u nog een goed onderwerp? En laat het ons weten. En dat is gelukkig gebeurd. Dus we zijn nu bezig om een aantal suggesties ook om te zetten naar leuke presentaties volgend jaar. Uh, en natuurlijk sluiten we onze college tour, uh, eind volgend jaar af met een weer een prachtig ronde tafelgesprek. En mocht u daar nu suggesties voor hebben, houden we ons uh, ook aanbevolen. Ik dank u voor het kijken, maar niet voordat ik u in ieder geval nog even uitnodig voor aanstaande zaterdag. Ongetwijfeld staat het bij iedereen al met dikke letters in de agenda. 13 november zijn we in Exlo met het eindexamen van de jonge Hengsten van het Centraal Onderzoek. Waarin ook bekend wordt welke nieuwe hengsten een dekprevet zullen krijgen. En de start van de Horses to Fly KFPS Sportcompetitie Tuigen. Dat wordt een leuke dag waarbij we sport en fokkerijen mooi kunnen combineren. Uh, u bent welkom in Exlo, natuurlijk met QR-code binnen. En u kunt altijd via de livestream kijken, want ook uh, Adriaan en uh, zijn collega's zijn er weer om het op te nemen. Dus uh, zaterdagmorgen voor uh, het beeldscherm kunt u het ook volgen. Dank u wel in ieder geval en uh, graag tot de volgende keer.